What's Gucci, mensen? Ja! Weer heb je voor een gloednieuwe video. No. Het heeft ongeveer... Het leek op een jaar lang wachten, om eerlijk te zijn. Ja. Het was wel echt zo lang, maar vandaag is het. Zoals jullie het zien aan de titel... Vandaag hebben we de 1 versus 10 met de enige echte lang verwachte Glenn. Kom maar lekker door, vriend. Je was wel echt lang weg. Waar was je? Kijk, geef die mensen een backstory waar je was. Waar want ik was? Want ik werd kwalijk genomen dat ik die video niet heb gemaakt binnen die tijd dat je weg was. Ja, die mensen moeten gewoon rustig wachten. Ja, de rustig. Maar ik was even gaan ontdooien. Ook was het nog hier niet zo koud. Nee, maar gewoon even een beetje... Naar familie toe. Klein ambitie. Ja, ja, is goed. Nee, maar we zijn hier voor de video. Oké, heel leuk, schatten. We zijn hier voor de video. Dus je interrupteert me. Ja, eigenlijk wel. Ik eindig het gesprek hier. Is je over, dus ik wil gaan. Ja, zeker. Ja, nee, maar ik wil je wat vragen. Ik heb een paar dames voor je geregeld. Ja. Het is mijn taak om jouw liefde te vinden. Oh ja, of voor jouw liefde te vinden. Liefde alles is één. Als zijn het vier dames, doe je ding, broer. Oké. Huh? Ben je ready? Let's go! Huh? Oké, mensen. Oké, hoeveel likes moet deze video krijgen? Likes? Ja. Hoeveel mensen zijn er op aarde? Ja, 7 miljoen. 7, hoeveel mensen zijn er in Nederland, Europa? 17. 18, dat is 18. Laatst bekendgemaakt. Dus we gaan voor die 18 miljoen plus de 500.000 inwoners van Suriname. Wel realistisch blijven natuurlijk. Waarom niet? Aim high. Mag ik een realistische 7? Hoe denk je? 20.000 likes. Want, weet je wat je gaat gaan? Ik poring. Mag ik 20.000 likes voor mij? Ja. Vergeet niet te abonneren. Dit zijn mijn socials. Pap, pap, pap. Dit zijn Glenn's socials. Pap, pap, pap. Let's go. Oké, Glenn. Ben je ready? Let's go. Ja? Ja. Oké. De eerste dame mag komen. Hoi. Hallo. Heb je me gemist? Dat is een goede vraag. Ja? Als ik je speen. Ja, man. Kijk, ik vond je kort, maar nu wil ik je wel een kans geven. Je wil hem een kans geven? Ja. Je wil mij een kans geven? Geef je mij ook een kans? Je deelt kans uit. Ja, geef je mij ook een kans? Omdat je het zo lief vraagt in het begin. En zo'n klein beetje, oké, dan ga je een kans geven. Oh, zo lief. Maar een kans wil niet zeggen, is geen garantie, hè? Is een kans. Oké. Ja, bingo. Dus dat gaat door naar de volgende ronde? Ja. Je weet genoeg? Ja, ze gaat door aan de volgende ronde. Oké, je bent door. Dat was wel een awkward handshake, maar oké. Hallo. Ik ben Soraya. Hoe heet je? Soraya. Soraya. Hoe meer? Hoe meer? Wat zeg je? Hoe meer, achternaam. Hoe meer, Soraya Andiam. Andiam. Oké. Ja. Jij? Ik? Ik ben gewoon Glenn. Glenn, oké. Ja. Glenn. Oké, je bent gewoon van Nederland of? Ja, ik ben opgegroeid hier in Nederland, maar ik ben geboren in India. India? Ja. Oké, interessant. Wat is jouw afkomst? Ik ben gewoon Surinaams. Okay. Ja, en ver heb ik Chinees bloed. Oké. Ja, maar ook van India, een beetje. Oké, nice. En ook een beetje van het inheems dorp. Oké. En ja, dat is het zo een beetje. Oké. Nou. Ga ze maar door hoor. Waarom? Ik was. Ja, waarom? Ik heb nog nooit echt een dame uit India. Weet je, en. Nou, niet nieuw. Mijn oma is ook gewoon. Ze is ook gewoon vol bloed in die staan, mijn oma. Ja. En het is gewoon. Even kijken. Ja, ik ben zelf Tamil. Ik ben niet Hindustaans. Niet Hindustaans? Ik ben Tamil van Zuid-India. Oh, Zuid-India. Ja. Maar je hebt ook daar gewoond? Of, Ik ben daar geboren en toen ik 2 jaar was naar Nederland gekomen. Oh. Interessant. We gaan kijken wat ze heeft in de tweede. Oké, de volgende ronde? Ja, ze mag door. Yes. Tot zo. Nou, tot nu toe heb je best wel diversiteit. Ja, diversiteit. Dat is heel belangrijk. Zo. Hallo. Eigen microfoon hoor. Ah, ja. Hoe is het? Ja, prima met jou. En mij ook. Mm-hmm. Nou, mijn naam is Freaky Mariah. Hoe? Freaky Mariah. Freaky Mariah? Yes. Woi. Zo, je begint wel heftig. Freaky Mariah. Dus geen Mariah, Freaky, maar Freaky Mariah. Yes, Freaky. I'm Freaky, zo. So. Hoe freaky ben je dan? Nou, ik ben born actress, dus. Oef.
helemaal losgelaten. Kan je dat aan? Als ik dat aan kan, dat is iets voor de vier muren. Dus, de vier muren? Ja, zie, ga je niet zeggen als ik het aan kan of niet. Oh, je moet jezelf bewijzen, toch of niet? Bewijzen? Ja, of niet? Misschien moet jij je eigen bewijzen. Ja, toch? Ik moet zelf bewijzen. En jij ook. Oh. Aangezien jullie dat toch? Dat komt helemaal goed. Maar interessant hoor. Mag ik een vraag stellen of ben je goed? Je mag een vraag stellen. Oké. Okay. Heb je ooit korte mannen gedate? Nee. Zou je het interessant vinden om met Glenn als kort persoon te sjoemelen? Zeker, kan interessant zijn. Sjoemelen? Ik sta er altijd voor open, dus... Sjoemelen. Zeker. Okay. Interessant, interessant. Ik hou ook van die tatoeage op je been. Hoe lang loopt het door? Hoe lang gaat het door naar boven? Ja, het loopt hem al... Oké. De tweede ronde. Hij wil meer zien. Ja, tot een beetje te veel, maar tweede ronde. Ja. Oké, okay. Is goed. Je bent er aan de tweede ronde. Ja. Yes. Oké. Okay. Je mag daar staan, anders ga je me afleiden. Mm-hmm. Ik ga me afleiden. Shit. Waarom kijk je naar de bil? Ik kijk naar de been. Oké. Okay. We zorgen voor tatoeages. Ja. Oké, okay, de volgende dame mag komen. Hallo, Glenderman. Kan je een beetje voetballen? Zo, kijk. Ik zoek een man die goed kan voetballen. Kijk, ik heb wel de ballen in de broek. Maar ik kan je niet garanderen van een profvoetballer. Ik zeg, als ik langer was, was ik prof. Prof, ja. Maar wel indrukwekkend dat je zo binnen bent gekomen met die bal. Ja, ben je... toch? Ik dacht even origineel. Ja, zeer origineel. Wel een ander plan met deze bal, maar jij hebt het af als de kick-off. Maar je bent voetbalster of... Nee, ik zit niet meer op voetbal. Ik zat niet meer? Nee. Misschien ooit nog, maar... Ja? Oké. En wat is je naam? Romy. Jouw naam? Gromy. Romy. Romy. Ik ben Glenn. Glenn, ja. Oké. Okay. Interessant. Ja. Interessant. We gaan kijken hoe ver we het balletje kunnen trappen met haar. Kan je rondje de wereld? Wat zeg je? Romy, zou jij persoonlijk een voetbaldate als een leuke date? Ja, ik wel. Gewoon even overpasen en... Pasen? Ga je tackelen, hè? Ja, ga je me tackelen? Ja, zeker. Oh. Ben je verdediger? Ja, zeker. En daarna ben ik de fysio, snap je? Dus, ik denk eerlijk gezegd dat ik jou ga tackelen. Wat zeg je? Ik denk eerlijk gezegd dat ik jou ga tackelen. Dat moet er nog. maar tackelen waar? Op het veld? Op het veld. Ik tackle je op het veldje, pijn, en daarna ben ik de fysio. Ja, maar ja. Doe eens iets voor dan. Ik ga eerlijk zeggen, ik ga mezelf niet belachelijk maken. Ik kan niets. Ik kan niet kan. Naar daar passen en dan zijn we klaar. Ja, toch? Oké. Dus we gaan door naar de volgende ronde. Oké, okay, yes? Is goed. Ja. Alright. Hoe vond je dat als... Ja. Indrukwekkende pick-up line? Nou, ze heeft gedurfd om iets anders te doen. Dat is misschien niet helemaal mijn ding. Vind je sexy, aantrekkelijk? Nee, niet direct, maar bij mij gaat het erom... Hoe zal ik het zeggen? Is anders. Ze doet gewoon iets aparts. Ook al kwam dat misschien niet gelijk overeen met hoe ik het vind. Maar het feit dat ze de durf heeft genomen om iets te doen dat misschien niemand zou doen, dat geeft wel wat. Oké, okay, nou, de volgende dame mag komen. Hey schat. Hallo. Hoe is het? Gaat prima met jou? Mij gaat ook goed. Ik heb vannacht over je gedroomd, maar je kent me niet. Over mij gedroomd? Jazeker. Dat is een lange droom of een korte? Een hele mooie, spannende droom. Ja? Ga je me uitleggen hoe de droom eruit zag? Dat is heel spicy hoor. Spicy? Ja. Ik kan wel in details gaan hoor. Kan ik details gaan? Ja. Ik kan ook dingen laten zien. Hij wordt alweer rood. Zo, je bent pittig hoor. Oh, best wel. Je durft. Dankjewel, schat. Wat is jouw naam? Luna. Luna. Mm-hmm. Luna. Ik ken een hond die ook Luna heet. Wel even grappig, maar oké. Die bijt ook agressief. Oké. Zo agressief ben ik niet. Maar nee, maar... Dingen laten zien. Ja? Oké. Dat gaan we niet ontzettend doen, want anders loopt het een beetje uit de hand. Maar... Hoezo? Wat gaat uit de hand lopen? Voor jou? Zo dingen ontzettend doen. Dat is... Begrijp je me? Voor jou? Je wil dat niet? Ontzet. Hij wordt ongemakkelijk. Nee, ik ga niet met ongemakkelijk, maar Glenn heeft zijn grenzen, je begrijpt me toch? Wat is je grenzen? We gaan geen dingen ontzet doen. Waarom niet? Nee, ik vraag jou, ik wil gewoon oprecht weten. Nou, waarom ga ik iets niet ontzet doen? Wat? Waarom ga ik het ontzet moeten doen? Waarom? Maar wat zou je doen? Hoe weet je wat zij zou doen? Het is die body language toch? Oké. Okay. Dus dat geeft wel. En ze blijft maar beet op haar lip. Scheur het niet, maar we gaan naar de tweede ronde. Ja? Je bent bij de tweede ronde. Is goed, schat. Ja, is goed. Oké. Okay.
Hoi! Safe Sajau! Andere kant, hoi! Alleen maar haaien. Oké, nou. De volgende dame mag komen. Hola. Hola. Alaysa. Alaysa, jij mag wat dichterbij komen. Ja, kom een beetje dichterbij. Ja, hier is goed. Alaysa? Mm-hmm. Ja, prima. 27 jaar. Mm-hmm. Kom uit Amsterdam. Ik kom uit Amsterdam? Ja. Mm-hmm. En ik ben een paaldanser. Je bent een paaldanser? Okay. Yes. Oké. Ze mag echt gelijk naar de tweede ronde. Waarom? Nee, dit is... Ik wilde misschien bijna zetten in de derde. Ja. En de vierde later, maar... Nou, ik hou van je vibe. Nou, ik hou van je vibe, je uitstraling. Ik kom van het over. I like it. Ik wil weten wat er meer te halen valt hier. Ja, man. Die bijt je op je lip. Ja. Maar is goed, je bent door naar de volgende run. Jazeker. Ja. Je moet dat echt niet doen, hoor. Even naar achter kijken, maakt me woelig. Ja? Oké. Mensen, I am having a blast. Voorzichtig. Voorzichtig. Oké, nou. Kijk hier, drankje dame of zo. Wat wil je? Wil je pauzen? Nee, maar gewoon boys. Breng maar. Oké, de volgende dame mag komen. Hallo, Clem. Hallo. Zijn ogen werden zo groot. Ja. Je bent iets kleiner dan dat ik had verwacht. Korter. Ja. Maar je lijkt toch een beetje op mijn ex, dus... Op jouw ex? Ja. Ben jij ook Surinaams? Ik ben Surinaams. Oh ja. Maar hoe Surinaams is je ex? Mm. Snap je? Ja, dat weet ik niet helemaal, maar in ieder geval hij heet Brees. Hij heet Brees. Is hij daar geboren, in Suriname? Brees is geen Surinaamse. Brees? De zanger. Oh. Sorry, Brees. En dat is je ex. Is hij hier? Nee, hij is niet hier. Maar je bent toch hier voor mij, of niet? Ik denk ja, toch? Oké. Okay. Maar ik zie het wel. Je lijkt ergens wel op Brees. Ik denk, als ik zo kijk, zou ik het wel zien. In een flits. Ja. Maar is echt je ex? Even serieus. Echt? Ja? Ja. Oké. Okay. Hebben jullie kindjes met elkaar? Wat hebben we? Hebben jullie kindjes met elkaar? Kinderen. Kinderen? Ja, kindjes. Nee, hij heeft er wel 7 van verschillende vrouwen, maar niet van mij. Niet van jou. En waarom niet van jou? Omdat we het niet gedaan hebben. Duidelijk. Ik heb een vraag, maar ik kan vraag stellen of ben je goed? Oh ja. Oké. Okay. Nee, je mag uitlaten, hè? Zeg het zo. Ja, dat is je ex, je hebt het niet met hem gedaan. Nee. Oké. Okay. dus dat wil zeggen dat je het niet doet. Eigenlijk. Als je me begrijpt. Want je geeft aan dat hij je ex was, maar jullie hebben het nooit gedaan. Met gedaan bedoelen natuurlijk. Wat voor ex was je van hem? We hebben gezoend. Oké. Okay. Nee, is... Ja. Dus geen relatie? Nee. Ah! Ja, nee. Ik was ook in zijn studio geweest en we waren uit eten geweest. Ja. En ja... Ik was ook ex-Varianne, maar toen we hadden alleen contact via chat, gefacetimed. Die... Ja, toen wilde hij meer, maar ja, dat... Ze wilde ook meer, maar ik zeg, ik wil niet te vinden. Maar ik wil het helemaal niet over mijn ex hebben. Ja, ik ook niet. Laten we het uit de lucht halen. Snap je, exit, ja? Tweede ronde. Oh, is het door? Jij bent de nieuwe. Ik ben de nieuwe? Ja. Ga je maar aankunnen. Maar een vraag, hè? Ik vraag me echt af. Zou je haar kunnen optillen? Nee, dus niet. Je moet niet. Wat? Nee. Je kan het niet? Nee. Waarom niet? Dan gaan we in de tweede ronde kijken. Ik moet even... Ja, eerlijkheid duurt het langst. Dat is, Ik moet even opwarmen. Het moet langer duren, hè? Zeker. Het moet hier niet stoppen. Ander kaliber. Ander cilinder, dus... Ja. Praat je met mij in een codetaal of zo? Als je het begrijpt, dan begrijp je het. Nou, is goed. Je bent door. De volgende dame mag komen. Ja. Ben ik nu door? Ja. Yes. 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 Ze moet hurken. Oké. Hey, wat gebeurt er hier, joh? Wat? Nou, de volgende dame mag komen. Hallo.
Waarom deed je dit? Waarom? Ja. Hallo. Hallo. En jij bent? Shanti. 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 Oké. Ga je zo stil blijven staan? Nee, natuurlijk niet. Oké. Ik mag wel zeggen, Shanti, de fit. Ja, toch? Ja. Netjes. Ja. Netjes. Ja, man. Goede indruk. Je ziet er ook goed uit. Ik ook? Ja, maar dankjewel. Zo. Moet ik een vraag stellen? Ja, geef me een vraag. Wat? Er is... Huh? Je weet niet wat je moet zeggen, hè? Dat is het niet, maar er is... Hoe zal ik het zeggen? Er is al veel gebeurd. Begrijp je me? Zo? Wat is gebeurd? Nee, dus... Het is niet dat ik dat niet ken. Ik bedoel, je kent haar van online, ja, maar... Ja, oké. Maar je weet niet... Oké, is goed. Dat is het. Oké, Shanti, vraag je. Ja. Is hij je type? Zeker. Hou je van korte mannen? Dat is... Dat niet per se. Nou, dan ben ik je type. Je bent een uitzondering. Ik ben een uitzondering. Zo, ik ben zeker een uitzondering. Dat is sowieso zo. Waarom ben ik je type? Qua karakter ben je helemaal goed. Mm-hmm. Je hebt zeg maar niet het kinderlijke brein. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Daar hou ik van. Daar hou je van. Echte man. Oké. Ik hoor je. Oké, dan gaan we straks ook bij jou kijken hoe dat staat. En ik heb ook gewoon een beetje naar jou gekeken, geluisterd. Mm-hmm. De vragen die je beantwoordt, die zijn ook gewoon op een alles een manier. En de denkwijze die je hebt, ik snap dat ook. Mm-hmm. Snap je? Dus misschien gaan we er even dieper op in de tweede ronde. Maar hoe weet je hoe ze denkt? Bedoel je van wat je net hebt gehoord? Nee, gewoon van een video. Oké. Weet je, kan je zien van oké, dit is wel een dame die een bepaalde discussie kan voeren. Okay. En ze gaat je ook dan aangeven wat ze ervan vindt. Weet je? Beetje inhoudelijk. Netjes. Stapgewijs. Ja, toch? Ja. Nou, netjes. Dan gaan we kijken in de tweede ronde. Nee, is goed. Yes? Yes. Oké. Okay. Is goed. Zeker. Het lijkt wel op die dames van een... Zal je iets sommige leerkrachten sturen naar Suwille? Netjes komen en dan komen ze met ons. Maar laat het. Ja? Nou, meneer, dit is de tweede ronde. Mm-hmm. Zoals u mij dat ziet, je hebt drie dames gelijk. Ik heb het laten zien. Dus die beurs is steeds. Je spoelt altijd flexie van mijn beurs. Kom goed. Nou, de bedoeling is dat jullie intellectuele gesprekken voeren. Zodat je weet zijn hoe ze denken. Maar redelijk. Let's go. Wie wil je als dit gaan vragen? Geen me vlinder. Vlindertjes op de rug. Je weet niet wie dat is. Nee. Min 5, min 1. Ik weet het niet. Deze dame mag komen. Ja toch, min 5, min 1. Stijven hier. Ja, benen naast elkaar. Handen langs je zij. Doe zo. Zo, je weet toch hoe militair staat? Ja. Ga even marcheren. Je weet niet wat marcheren is, zo. Nee. Ja, doe even, weet je wat, ik wil even een test uitoefenen, doe dat even. Oké. Okay. Ja? Op één plek. Is zeer belangrijk dat je op één plek blijft staan, ja? Ja, niet lachen. Ja. Ja? Oké. Okay. Weet je waarom? Waarom? Het is belangrijk dat als Glenn opdrachten geeft dat je luistert. Hey, kill. Nee, maar je mag zitten. Het is gewoon belangrijk, weet je waarom? Je moet een beetje getemd worden. Snap je? Ik ben een beetje pittig. Nou, volgens mij moet ik jou temmen hoor. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb vandaag de broek aan. Snap je? Ja. Oké. Maar waarom heb je nu interesse in me? Want je hield niet van korte mannen? Nee, ik ben veranderd. Het ging om geld. Helemaal niet. Yeah. Laat me uitpraten. Het ging om geld. En andere zaken die jij belangrijk vond. Dus wat heeft die switch gemaakt? Ja, ik ging me meer verdiepen in korte mensen. Je bent gaan verdiepen, maar hoe ver verdiep je in korte mensen dan? Ik ging een beetje opzoeken op Google en zo. Mm-hmm. Dus korte mensen moet je ook kans geven. Moet je een kans geven? Ja. Dus toch? Op grond daarvan ben je dan teruggekomen? Ja. Om mijn hart te veroveren, ja. Eigenlijk. Oké. Mensen zeiden ook tegen mij van doe mee. Doe mee? Oh, dus ja. Je doet het voor de mens? Ik hoor niet van mensen die het nee. Voor de mens doen. Dat je zelf doet, hè? Nee, ja. Oké. Okay. Ben je droomvrouw, toch? Ik ben jouw droomvrouw. Ik ben jouw droomvrouw. Jij bent mijn droomvrouw. Ja. Is dat zo? Dromen zijn bedrog. Oké, maar even kijken. Wat gaan we deze dame vragen? Want dit gesprek hebben we al gevoerd. Maar ik vind het wel belangrijk. Wanneer heb je voor het laatst je moeder trots gemaakt? Elke dag. Elke dag maak je haar trots.
Op welke manier? Gewoon liefde geven, helpen met huishoudelijke dingen. Hoe beschrijf je liefde? Zeg je? Hoe beschrijf je liefde? Gewoon elke dag knuffelen, kusjes geven, snap je? Ik weet toch, als je alleen maar geld geeft, betekent niet tegelijk liefde. Dat is echt wel wat, hè? Nee. Maak het een beetje. Nee, ik weet, ze is echt bekeerd of zo, want de eerste connectie was helemaal anders. Dit wordt mooi, ze maken het moeilijk voor me, man. Maar... Kijk, als je natuurlijk vast zit, kan ik helpen. Kijk, geef me even een vraag. Ja? Oké, die leraar vraagt voor jou. Als je Glenn op straat zou zien, hoe zou jij hem aanspreken? Aangezien jij vindt dat hij je droomman is, hoe zou jij hem aanspreken? Demonstreren. Kijk. Je gaat zitten en demonstreren. Terwijl ik hem niet ken. Ja, je stel je voor, je zit Glenn op straat. En ik van, oh, love at first sight. Ik ga hem aanspreken. Wat zou je hem zeggen? Ik zou zeggen, hoi. Je bent echt een mooie jongen, dit dat. Dat. Zo verliegen. Ga je wegsturen, hè? Hoi. Ik zou zeggen, hoe gaat het met je? Je bent echt een mooie jongen. Mm-hmm. Ben je single? Mm-hmm. Want dat moet je toch wel eerst weten, want ik ken hem toch niet. Oké, hoe zou je het vinden als ik twee vriendinnen heb? Ja, in de islam mag een man vier vrouwen, dus. Je zegt vier? Ja. En dan ben jij de vijfde. Hoe zou je dat dan aanpakken? Ik ben de eerste sowieso. Dus jij positioneert jezelf als de eerste? Ja. Oei, wat is dat? Is good to you? Dus alle antwoorden die ze geeft komen zo wijs over. Je hebt geen kant uit, man. Maar had je dat niet bij haar verwacht? Zeker niet. Dat doe je even eerlijk. Want dan krijgt ze een... Nee, ja, dat niet. Maar ik had niet verwacht dat ze zich zo zou opstellen tegen mij. Voor het tweede gesprek, om het zo te zeggen. Maar ze heeft natuurlijk onderzoek gedaan voor korte mannen. Ja. Wat vraag je, toen je korte mannen hebt opgezocht, wie heb je allemaal gezien? Gewoon mensen die kort zijn. Okay. Ik ken zijn namen niet, maar... En je hebt daar gelezen op Google? Wat heb je eigenlijk ingetypt? Wat zijn korte mensen gewoon? Wat... Ja, dat... Wat houdt in? Wat houdt het in? Oké, ik snap er wel van ergens dat ze is gaan kijken. Maar dat je mee tegenkomt, dat is wel... ik snap maar, het niet. Het zit jou dwars dat ze jou eerst afgekeurd bij die top. Zeker. En nu zijn we op een heel ander waar jij natuurlijk de broed aan hebt. Zeker. En dat ze dan jou niet kon versieren. Snap je. En dan komt ze ook nog zo wijs over. Dus ik weet niet wie dat heeft geschoold. Toch? Maar... Wat doe je eraan doen? Wil je vragen stellen of weet je genoeg? Kijk, weet je hoe het zit bij Glenn? Hmm. Glenn is iemand die... Hij gaat zichzelf laten zien hoe hij is. En als je dat wil aannemen of niet, dat is aan jou. Snap je me? Ja. Wat je later ziet van Glenn, had je bij de eerste keuze moeten maken, dan kun je dat eventueel zien. Maar bij jou was het omgekeerd, snap je me? Dus op grond daarvan... Kijk, nu... Kan je ook niks meer van mijn make-up zeggen, want ik heb geen make-up op. Nee, maar daarna kijken we helemaal niet. We kijken niet naar de keuzes die je hebt gemaakt in het leven. Snap je me? En het is heel belangrijk hoe je je tweede keuze maakt. Ja. Snap je? En aanloop van de eerste. En het is belangrijk in het leven van Glenn, dat als je niet zeker weet wat je wil, is het moeilijk. Snap je me? Ja. Dus bij deze... Wat denk je zelf? Ik wil jou. Je wil jou. Ik wil jou. Kijk, laten we het zo doen. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Je wilde me in het begin niet. Mm-hmm. Omdat ik kort was. Oké. Want je bent niet gegroeid. Maar goed, nee, sorry. Ik ben niet gegroeid. Toch? En bij de tweede heb je eigenlijk, ik ben zelf verrast. Snap je me? Maar het blijft nog steeds haken van het eerste moment. Kijk, ik ga een beetje vertalen. Voor een man is het belangrijk. Het is net als wanneer een jongen eerst broke is. Toch? Ja. Je gaat op de fiets. Maar niet broke, hè? Bijvoorbeeld. Ja, al goede dingen aan. Je gaat op de fiets, je wees hem af. Hij is nu in zijn Mercedes, nu weer hem wel. Zo komt het voor jou over, toch? Minimaal niet. Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. Je hebt me helemaal over het hoofd gezien. En nu zag je me met mijn kruk en dan, je weet toch? Dus ik denk niet... Dat? Kom to the point. Dat we doorgaan naar de derde ronde. En dat heeft niets te maken met jou. Laat me dat goed zeggen. Het heeft niet te maken met jou. Ik vind het heel goed dat je bent veranderd.
Echt waar. Maar je moet nadenken voordat je een keuze maakt. Snap je me? En bij Glenn is het van essentieel belang. Dus op grond daarvan. Ja. Mm-hmm, dus zo ga je vriendelijk bedanken. Niets naar jou toe. Nee. Toedaloo. Doei. Groetjes thuis. Groetjes terug. Ik laat ze maar. Mm-hmm. Ik denk, ik moet de volgende naam mag. Ah, laat maar recht zitten hoor. Shanti toch? Ja. Shanti, Shanti, Shanti. Helemaal in het roodje, maar ready voor kerst. Nee, dat is niet de nee, reden. Nog niet. Wacht even. Het is namelijk zo dat de derde ronde, ja, de tweede ronde, jullie intieme gesprekken voeren. Zodat mm-hmm. je weet wie, hoe wij eigenlijk denken over jou. Mm-hmm. Dus als jullie vragen voor elkaar, dan mag je ze stellen. Is goed. Mm-hmm. Ik wil graag een vraag van jou horen. Ik wil weten hoe je denkt, hoe je mensen vragen stelt. Ja, gewoon eigenlijk basic. Basic? Basic. Nee, ik wil van jou een vraag. Ik wil gewoon weten hoe jij je vragen formuleert en hoe jij vragen aan mensen stelt, als je ze beter wil leren kennen. Wat? Je snapt me niet. Nee. Ik wil van haar een vraag. Oké. Okay. Omdat ik van haar uit wil weten hoe zij... Ik wil dat ik je eerst nu een vraag stel. Ja. Jij wil mij een vraag stellen? Mm-hmm. Ja, ik luister. Mm-hmm. Is goed. Mijn vraag is zeg maar, mm-hmm. wat verwacht jij van een vrouw? Wat ik verwacht van een vrouw? Mm-hmm. Zo. Hmm. Ik vind het een goede vraag. Ja, het is een hele goede vraag. Ik denk dat basisdingen bij een vrouw heel belangrijk zijn. En is het voor mij bijvoorbeeld gaat om hoe eigenlijk het geloof. Mm-hmm. Waarom ik zeg geloof en daar wil ik niet te dieper op ingaan. Maar dat heeft allemaal te maken met hoe jij later de opvoeding van je kinderen zal geschieden, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En hoe jij staat in het leven en hoe jij denkt. Mm-hmm. Vanuit dat fundament is het belangrijk dat je van daaruit de basis legt hoe je verder in het leven gaat. Los daarvan is het ook gewoon hoe ben je als moeder voor je kinderen. Mm-hmm. Hoe is jouw situatie op dit moment mm-hmm. in jouw familie? Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus al dat soort punten voor mij vind ik belangrijk. Omdat dat wel een toegevoegde waarde gaat hebben voor later in het leven. Ik snap Heb ik het goed beantwoord voor jou? Zeker. Oké. Hoe? Laat me er een mooi. Geef me een vraag. Geef me een vraag voordat ik mij een vraag stel. Ja. Mm-hmm. Mijn vragen zijn natuurlijk wel wat spicy. Ja. Als je iets daar aan hebt. Nee, wacht. Ik heb een vraag voor jou. Je gaf aan bij een interview dat je niet op donkere types valt. Mm-hmm. Klopt? Klopt. Waarom? Dat heeft een verleden. Dat ga ik niet hier mm-hmm. delen. Maar stel dat Glenn donker was. Zou je nog steeds voor Glenn kiezen? We hebben het over... Karamel, dark skin. Nee, kijk, je gaf aan, donker. Dus hoe typeer jij donker? Mijn kleur donker. Jouw kleur. Mm-hmm. Dus stel ik had jouw kleur, zou je toch voor me kiezen? Mm-mm. Helemaal niet. Last van het karakter. Mm-hmm. Het heeft gewoon specifiek te maken met kleur. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, klinkt misschien heel racistisch. Oké. Okay. Stel dat wij... Ik zeg voor het... Luister goed. Stel, hè. We gaan niet into excess. Stel dat wij een kind zouden krijgen. Ja. Yeah. Maar het wordt een donker kind. Ja. Wat doe je dan? Ik accepteer mijn kind, zo 100%. Mijn kind staat op nummer 1. Oké, okay. Maar daar heb ik het over, want er zijn in deze wereld zijn er uitzonderingen. Hè? Twee witte mensen kunnen een donker kind krijgen. Je weet toch, dat soort gevallen. Dus dan accepteer je het kind wel. Ja. Oké. Okay. Dat is toch goed? Nee, dat is goed. Nou, maar ik gewoon wilde weten van waar het komt, snap je me? Wat voor jou natuurlijk veel belangrijker dat op lang termijn, als jullie familie met elkaar hebben, zij... Nee, we kunnen het gewoon stoppen. Ja? We gaan niet speculeren, Deb. Ja, als voorbeeld natuurlijk. Geef die vraag, Deb. Geef die vraag. Oké, okay, de vraag is dan... De winter is nu... wat zou je doen om... Wat zijn de handelingen die jij zou plegen naar Glenn om warm te houden? Ik ga demonstreren. Nee, ik ga niet demonstreren. Is niet moeilijk. Is niet moeilijk? Is niet moeilijk. Nee, is goed. Stel je was mijn partner toch, mm-hmm. dan zou ik voor jou de kaars aanzetten, mm-hmm. filmpje zetten mm-hmm. en dan zeg maar ja, de spanning gaan opzoeken. Mm-hmm. Op een gegeven moment samen naar bed. Wat? Oh, naar bed. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. en daarna komt het vanzelf wel. Mm-hmm.
Vind je dat leuk? Yes. Als een dame een kaarsje van jou aanzet. Het is romantisch, het gaat om de moeite die ze doet. Vind je het top? Ja, dat zeker. En zeker. Hoe zou je haar warm houden? Hoe ik glen? Ja, eerlijk, het is winter. Mijn huid is niet dik genoeg. We nemen gewoon twee dikke dekens van de IKEA. Ik wikkel je helemaal om en dan ga je gewoon zitten naast die kaarsen. Ja man, zeker. Vind je dat goed? Ja hoor. Dus ook, is eigenlijk gewoon een veel betere manier van warmte geven? Nee, ik heb liever toch dat... Oh, jij wil de intieme warmte? Ik, ja, is toch lekker? Oh. Ja, vind ik heel lekker. Oké, okay, lekker. Weet je genoeg? Gaat ze dan? Ja, ik weet genoeg. Ik weet genoeg over Shanti. We gaan het doorsturen naar de volgende ronde. Oké, okay, ja. Dank je wel. De volgende dame mag komen. Oh, mijn vader. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ben je nog oké? Okay? Ja, zeker. Dat is goed. Zo, man. De bedoeling is de tweede ronde. De bedoeling is dat jullie intieme gesprekken voeren om elkaar te leren kennen. Zoals mm-hmm. jij vragen voor Glenn mag je ze stellen. Ook wie er zijn speelt. Miss Friki. Dat is het eerste waarom je denkt? Zeker. Zie Friki. Friki. Friki Mariah. Friki Mariah. Mariah Friki. Friki Mariah. Hoe lang al maak je 18 plus content? 3 jaar nu. 3 jaar? Zeker. Ik wil even wat doen. Kunnen jullie even die banaan voor me pakken? Ja toch, want je hebt me op iets gezet. Ah ja, je schakt me joh. Breng, je mag de hele trots brengen, want ik weet niet hoeveel ze aan kan. Ik weet niet hoeveel je aan kan. Hoeveel kan je aan? Wel een aantal. Hoeveel heb je aan? Sowieso 4 of 5. Ja, tegelijk. Maar niet... niet. Ja, tegelijk. Ik ga niet al die trots... Oh nee, ik dacht... Hey, wow. Wil je de langste, de kortste? Geef maar de langste en kijk hoe ver hij gaat. Dat wil je toch zien? Hey, ik weet niet, ik zal niks zo doen. Maar je mag het even houden. Zo. Wil je het ook zo houden of niet? Nee, je mag het niet even zo houden. Mooi. Voorzichtig. Oké. Okay. Hoe sensueel kan jij deze banaan eten van mij? Oh, eten? Oh. Demonstreren. Nou, oké. Okay. Ja. Dat gaat helemaal niet meer sensueel. Wat zeg je? Zo dadelijk gaat het helemaal niet meer sensueel zijn. Oh. Nou. Shit, shit. Je kan niet meer kijken. Ja, hij beeft, hij is bang. Hij kan me niet aankijken. Dat is het niet. Je moet kijken. Nee, ik kijk, ik kijk. Hou hem vast dan. Hou hem vast. Ga staan. Hou hem zo vast. Ga dit echt doen? Hou hem vast. Wat kan de game hier dan doen? Wat zei je? Om de game dan te doen. Nee. Smeek aan mij! Nee, ja, zeker. Viespeuk. Oké, oké, oké. Heftig, Friki. Heftig, Friki. Er was nog niks. Wat zeg je? Nee. Maar ik heb al gezien wat je weet, wat die motion, wat die tension is. Oh, je bent al 3 jaar in de industrie. Oké, stel dat je gezin gaat starten. Ga je het nog steeds doen? Zeker. Nog ik steeds. Ga niet stoppen voor niemand. Niemand houdt me tegen. Oké. Okay. Hoe ver loopt die tatoeage van jou? Ik zal even uitdoen. Hij begint hier natuurlijk. Mm-hmm. En dan, even terug doen. Loopt het op mijn bil. Mm-hmm. Tot hier. Is helemaal onder. Nice, nice. Ga je nog meer zetten? Denk het niet. Denk het niet. Zo denk dat het voldoende voor dat nu het is. Voldoende is. Ik weet het nog niet zeker. Ik wil het wel. Misschien een armsleeve, maar maybe that's too much. Mm-hmm. Je bent in Nederland geboren? Eindhoven. Eindhoven. Oké. Okay. Het wordt wel een beetje moeilijk als... Stel, we hebben een gezin en dan moet ik thuis liggen in bed en dan wordt ze door drie... Maar dan is de vraag, zou je ooit ook 18 plus content maken? Ik? Nee. Nee? Mm. Stel, hoe jij dit werk doet, toch? Oké, mooi. Zou je dan een probleem vinden als ik het dan ook met andere dames doe? Nee.
doe je ding. Dus het is dan eigenlijk kijk, een open relatie? Kijk, als ik het doe, dan is het een beetje dom als jij het niet mag doen, toch? Is dat een open relatie? Kijk, ik ben heel open. Oké. Okay. Gaat ze door? Van die bananen wel, ja. Ja, zeker. Ik heb genoeg bananen thuis. Ja? Ik heb een plantage. Breng ze allemaal? Nee, ik heb een plantage. Ja, ze gaat door. Okay, ja. Mooi. Okay. Mooi. Ja. Tot zo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het? Ik heb me net gevraagd hoe het gaat. Wil je weten hoe het gaat? Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Maak je niet. Nou, Romy. Ja. Sorry, ik ga even onderbreken. Het is de tweede ronde. Ja, weet ik. Jullie horen dan nu intieme gesprekken te voeren, zodat je weet hoe Glenn praat en denkt. En als je vragen dan hebt, mag je ze stellen. Gaat het over jou. Ga je gaan. Ja. Oké. Okay. Hoe ver heb je nog voor over om je voetbalcarrière op te pakken? Of heb je er nog geloof in? Ja, ik werk best veel, dus dat is wel lastig. Mm-hmm. Maar ja, ik heb er wel veel voor over. Want ik ga niet naar de sportschool, ik vind dat niet zo leuk. Dus. Je gaat niet naar de sportschool? Maar ja, wel. Ik doe het soms, maar dat is echt 1 keer per maand of zo. 1 keer per maand? En ja. Dan heb je het nog voor over om je voetbalcarrière een boost te geven? Ja, misschien wel. Maar dat is wel een kleine kans. Wat doe jij voor sport? Ik? Ik doe van alles. Ik ga vissen. Oh. Ja, dus ergens in Den Haag heb je een vijver met kuikuis. Vissen? Ja, vissen. Oh, ja. Dan vangen we daar. Vang je ook wel wat? Ja, zeker. Ook gewoon in de regen ga je daar dan? Wat zeg je? Ook gewoon in de regen ga je in de regen? Dan. Ja, vissen. Het heel seizoen, als er maar vis is. Snap je? Af en toe ga ik op zee, dan ben ik even wat 3 maanden weg. En dan gaan we van die grote salams pakken die je meestal eet in sushi restaurants. Oh. Ja, dus het is best. Waarom heb je eigenlijk zomerkleding aan, als ik vraag hoor? Vind je dit zomerkleding? Ja. Nee, dit is gewoon een fleurig hemdje, als ik het zo mag zeggen. Daarin voel ik me vrij. Maar dit dat is wel niet leuk. Het geeft wel een goede vibe of zo. Maar nee, het is wel lekker warm, lekker daar buiten. Ja, toch? Mm-hmm. Net toen jij met die bal kwam. Zo. Sorry, ik onderbrak je. Ga maar door. Nee, ja, dus dit is gewoon hoe ik me kleed. En hierin voel ik me prettig. Ja, nou. Zou je zo met me op straat lopen? Zou je zo met me op straat lopen? Nou, als in deze outfit? Ja, als jij dat wil, maar? Dus ik zou het niet aandoen met regen. Ja, maak je daarmee. Dan hou je me toch warm, of niet? Ben je mooi, je bent helemaal paraplu in de regen. Ja, toch? Ja. Ja. Maar ik heb wel het is een hele belangrijke vraag en het zit me ook een beetje dwars. Die goocheltruc van je met die tandenstoker. Ja. Ik begrijp het. Snap je me? Ja, nee, kijk, weet je, ik zag hier wat bij de oor, dus ik vond gewoon. Dus, oké. Stel, ik lig s'avonds in bed. Ga je even onderbreken. Nee, ik ga je niet prikken. Toch? Ik zag het gewoon als grapje, maar zij zag niet als grapje. Nee, deze dingen gaan diep. Want stel dat ik s'avonds lig in bed en jij kijkt gewoon naar mij en denkt van, in welk gat ga ik die tandenstoker nu stoppen? Dat is wel een probleem. Ja, nee, maar. Snap je me? En dan ga ik er buiten zetten gelijk. Begrijp je me? Want dat is wel maar iets. Ze deed wel alsof ze dood ging, hoor. Wat zeg je? Ze deed wel alsof ze dood ging. Ik snap er. Of snap je er niet? Ja, ik snap de reactie dat ze boos wordt. Maar als ik zeg sorry, dan denk ik van laat verder. En ik wou ook dat wie maar heb je die neigingen ook als je bijvoorbeeld met iemand bent? Nee joh, die je leuk niet vindt en dan plotseling stop je iets. Gewoon? Nee. Nee. Oké. Okay. Nee. Dat zit me gewoon even een beetje dwars. Dus ik wil gewoon even weten. Want wanneer ik s'avonds slaap, ik hou van mijn rust, hè. Dan hou ik niet ervan als mensen dingen in mijn oor zetten of andere plekken. Nee maar normaal doe ik gewoon, ik weet niet, ik zie dat als gewoon als een grapje. Ja. Oké, grapje. Ja. Okay. Weet je wat leuk met haar zou zijn? Gewoon echt leuk, oprecht. Ik denk dat we gewoon een berg zouden moeten beklimmen. Jij en je boetsen helemaal. Nee, dat ga ik echt niet. Waarom niet? Nee. Gewoon echt ik ga ver. Er vanaf vallen, denk ik. Ik wat ga zeg er je? Vanaf vallen. Nee, maar daarvoor ben ik er toch? Om mij op te vangen? Ja, zeker of niet? Waarvoor zou je dan een man hebben als je. Zo eerlijk. Realistisch. Realistisch, ja? Realistisch. Zou je haar kunnen opvangen? Opvangen in de situatie van een berg. Ga ik er alles aan moeten doen? Ik denk eerder dat we dan beide er vanaf vallen. Waarom denk je dat? Ja, ik weet niet. Gewoon. Denk jij niet sterk genoeg? Hij is best wel gespierd. Gaan we open doen. Vergis je niet, moeten hè? Moeten we testen, ja, nee. Heel testen. Lange slaan, hoor. Nee, jij gaat sowieso wel winnen, maar ja, ik weet niet. Ik heb een vraag, hè. Ik weet niet als ik je afvroeg, maar zie je Glenn wel zitten als korte man?
Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind het, ja, je bent wel kort in mijn straatje. Ik ben best lang, mm-hmm. Dus ik zoek wel iemand die wat langer is dan ik natuurlijk. Dus je zou niet met Glenn op straat lopen? Nee, gewoon als vriend of zo. Nee, was het niet. Yo, 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 als mijn lassa concept helemaal. Nee, we zijn geen vrienden. Nee. We doen het anders. Nee. Geen vrienden. Hey, handel, kijk. Er is een... Zou je die tannenstoker daarvan willen pakken, alsjeblieft? Er is niet. Ik zei je aan het ineens. Waarom vraag je het niet? Ik heb het daar gezet. Oh. Wil je het in je oor hebben? Jij mag het persoonlijk voor me pakken. Ja, het is daar. Op die tafel. Jij mag het persoonlijk voor me pakken. Moet ja, ik het echt helemaal in je oor gaan doen? Ja. Ja, zeker. En dan mag je daar blijven. Ik doe het voor wat ik deed, ja? Ja, je mag daar... Nee, niet terugkomen. Je mag daar blijven met die tandenstoker. En we gaan naar de... Hallo? Ik heb wel een kaasstengel die ik hoor. Nee, Asma, begrijp Asan, hè? Nee, dat gaat... Dan kan je er weer even uitleggen wat is gebeurd. Nee. Kijk. Wow, nee. Je mag het aanwijzen als laatst. Huh? Maak haar duidelijk als laatst. Nee, ze moet het echt van jou horen. Kijk, we gaan het nog een keer proberen. Er zijn tandenstokers daar. Geen kaaskoekjes, ik eet geen kaaskoekjes. Ik heb geen tandenstoker gezien. Omdat je niet luistert, je moet luisteren. Er zijn tandenstokers daar. Nee, je mag het echt even gaan pakken. Ben je serieus, Romy? Ja, dan moet ik daar blijven. Nee, ga echt. Wil je wat wezen? Oké, laat me juist. Zien. Juist. Hij lult. Klopt, zie je? Het is achter die cola. Achter die cola? Ja, en dan wacht je even. Wacht even. Ai. Yes. De volgende dag. Tandenstoker, dit, tandenstoker, dat. Mijn kutting, nu hadden we rommel. Jumpopuff? Hi. Zo, ik weet niet, weet wat ik van haar vind? Ze heeft iets. Oké. Met jouw aantrekking? Maar ik weet niet, gewoon iets apart. Ik weet niet wat het is. En ik moet even uitzoeken wat het is. Ik weet niet hoe lang dat zal duren. Maar je hebt iets, maar we zullen het uitvinden. Oké. Hoe groot is je familie? Mijn familie? Ik heb een Nederlandse familie. Oh, je hebt een Nederlandse familie. Maar heb je ook familie in India? Ja, wel, maar die ken ik niet. Oh, die ken je? Ik ben geadopteerd. Heb je wel verlangen om daar terug te gaan? Ja, wel. Niet heel erg of zo. Ik wil wel een keertje naar India, maar niet per se om familie te zoeken of zo. Wat zijn je ambities in het leven? Mijn ambities. Ja, op dit moment, mijn werk is porno, doe ik, en OnlyFans. En ja, ik wil daar wel gewoon, ja, zeker ruim 10, 15 jaar mee doorgaan. 10 tot 15 jaar? En gewoon even groeien ook. Maar jouw content staat ook online? Ja. Mm-hmm. Ik maak vooral gewoon privévideo's, dus die mensen gewoon persoonlijk bij mij kunnen kopen. Mm-hmm. Maar ja, ik ook wel met op Pornhub of... Ja, voor grotere bedrijven, zeg maar. En hoe lang doe je dit al ongeveer? Sinds januari pas. Sinds januari? Ja, nog een jaartje. En ben je tevreden tot nu toe? Hm? Ben je tot nu toe tevreden met wat allemaal binnenkomt? Ja, ja, zeker. Hoeveel maak je? Hoeveel maak je? Ja, dat kan ik niet echt zeggen, maar het is elke maand ook wisselend. Dus je zou wel voor me kunnen zorgen? Ja, kan wel, dus je maar... kan gewoon thuis lekker leuren. Ik zeg, schatje, ga maar je ding doen. Ik bestel een line, ik stuur die tikkie naar je. Kan dat? Ja, kan op zich wel, maar... ik heb ook wel liever gewoon een man die ook voor mij kan providen. Prima. Maar... Zeker. Ja, snap. Ik zou het zelf ook doen. Oké. Mag ik een vraag stellen? Nee, laat me er even een vraag stellen. Ik wil hem doen. Oké, laat me even kijken. Ben je iemand van de huishouden? Wat doe je dagelijks thuis? Heb je taken thuis? Of wordt alles voor je gedaan? Nee, ik heb gewoon een schoonmaakster. Oeh. Dus jij zou geen 5 wasmiddelen voor me kunnen opnoemen? Schoonmaakmiddelen? Jawel. Oké, 5. Noem 5 voor me op. Nee, ik weet alleen Dof. Dof? Of nee, Dof. Dat is een Dof is toch zeep? Dat is toch een wasmiddel? Ik ken Dof niet als schoonmaakmiddel. Ze heeft echt een schoonmaakster. Nee, dus jij koopt ook die spullen niet voor dat? Nee, die koop ik wel gewoon zelf. Maar Robijn, volgens mij. Nee, maar ik heb er ook gewoon niet echt tijd voor, zeg maar. Want ik reis ook heel veel voor mijn werk. Dus zoveel valt er ook niet schoon te maken, omdat ik ook bijna nooit thuis ben. Geef me een vraag. Oké. Voordat je de vraag stelt, sorry, ik wil dat even vragen, want je komt van India. Kan je biryani maken? Nee, ik kan alleen butter chicken. Alleen butter chicken. Dus maar ik kan wel gewoon goed koken, maar
niet per se authentiek Indiaans. Mm, dus die butter chicken, oké, dat kan wel door de mand vallen. Oké, kom met zijn vraag. Mm-hmm. Ik moet eerst jou vragen. Mm-hmm. Ben je iemand die sekslustig is? Ben je iemand die erop staat dat je elke week minimaal 3 tot 4 keer je behoefte moet bevredigen? Het is, kijk, ja, ik heb geen eisen, maar als ik het voel moet het wel kunnen. En als dat niet kan, om een grondige reden, dan praten we erover en dan gaan we kijken hoe we het aanpakken. Maar als ik het wil, we zijn als man, we zijn jagers, dan verwacht ik wel dat het zou moeten lukken. Okay. Zo nu sta ik ervoor open, met een grondige reden. Zeker. Okay. Ja, maar niet gewoon komen zeggen nee. Dat, doe me, gewoon nee. Oké. Okay. Ja toch? Maar dan denk ik gelijk dat iemand anders het geeft en dan wordt het moeilijk. Ja, want waarom wil je niet van mij? Ik wil het niet van jou. Ja toch? Wij als man, wekelijks moeten we het lossen. Okay. Zeker 2 keer per week, 3. Dus het is nodig. Ja, dus dat moeten we wel onthouden. Die vraag was wel echt. Okay. Heel ja antwoord, maar het is oké. Okay. Zie je jezelf daten met hem? Ja, wie weet. Wie weet. Het is gewoon ja of nee. Ik moet nog even beter leren kennen. Ja of nee. Ja of nee. Nee, we moeten elkaar nog beter leren kennen. Oké, oké. We moeten nog even aantasten. Oké, oké. Weet je genoeg? Ik weet genoeg. Ik weet genoeg. Gaat ze naar de volgende ronde? Ja, volgende ronde. Volgende ronde. Dank je. Is goed. Yes. Je mag kijken naar de villa, alsjeblieft. Ik moet echt plassen. Okay. Ik moet echt plassen, want ik hoor al in sinds die banaan. Maar ik moet echt plassen. De volgende ronde mag komen. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Hey, weet je wat, we gaan gelijk met de boot in huis vallen. Ook al valt die boot niet in dat huis. Maar je gaf aan, je doet dan paaldansen. Ja, klopt. Ja, toch? Kan je die bezig gewoon brengen? Ja. Kan die bezig? Ja, zeker wel. Het is maar een bezem. Wat doet geen kwaad, het beet niet. Kijk, een bezem is heel anders dan een paal, hè? Wat zeg je? Een bezem is heel anders dan een paal. Ja, maar je kan toch een beetje zo doen? Dus ja, jij moet een beetje zo doen. Creatief doen, maar die bezem gaat niet lukken. Nee. Oké, okay, als die bezem niet gaat lukken. Een statief? Een statief? Gaat een statief lukken? Nee. Niets gaat lukken. Nee. Oké, okay, draai die pokoe voor me. Jij mag die bezem even houden. Ik wil je motion even zien. Ik ben die paal. Ik ben die paal. Je kan het. Ik heb geen vragen. Ik doe de volgende ronde, man. Ja, het is gewoon. Maar. Wauw. Ben je speechless? Nee, ik ben nooit speechless. Oh. Nooit. Weet je nooit. Zeker? Nooit. Ik heb van mijn stille momenten, maar ik ben niet speechless. Zeker okay. Niet. Zeker niet. Nee, 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 nee. Nou, no, weet je genoeg? Ik weet genoeg. Je hebt een. Is er iets gebeurd op je been? Ja, operatie. Ik heb operatie gedaan. Oh, toen je klein was. Ja. Oké, oké, oké. Je hebt ook een tatoeage daar, zie ik. Ja, klopt. Wat stelt dat voor? Because I like it. You like it? Ja. Oké. Laat me toch een paar vragen stellen. Ja. Weet je, dat maakt het gewoon even. Laat me even kijken. Je bent een paaldanser, toch? Mm-hmm. Zou je werk voor me kunnen laten? Als ik nog geld verdien, naast dat, met mijn andere leren. Zou je werk voor me kunnen laten? Hangt financieel af van mezelf. Ja, ik zorg voor je, et cetera. Zou je werk kunnen laten? Ja. Dus je hebt dat wel voor over. Mm. Je zou gewoon thuis willen zitten. En stel dat je dan thuis zou zitten als vrouw, toch? Wat zou je bezigheden zijn? Nee, zo ben ik niet. Ik ben geen thuisvrouw. Oké. Okay. Ik ben echt wel driven, gemotiveerd door mijn eigen dingen, mijn eigen doelen. En hoe ik zou je thuis zit. En hoe zou jij dan
een andere manier zoeken of vinden om geld te maken als je dan aangeeft je bent niet dat type huisvrouw, om het zo te zeggen? Nee, anders zou het sowieso samen toch een empowered couple zijn. Mm-hmm. Hoezo alleen de man, als de vrouw het ook kan zijn. Oké. Mm-hmm. Dat is duidelijk voor mij. Ja, dat is duidelijk. Heb je nog vragen? Ik heb dan de laatste vraag. Mm-hmm. Als je naar Glenn kijkt. Spit of swallow? Hou je van orchade? Ja. Vind je het lekker? Hou je van dikke orchade of hou je van... Ik hou niet van dikke orchade. Niet van dikke, maar wel een beetje aanlengbaar. Nee, kijk, als ik iemand echt leuk vind, dan obviously stikken. Mm-hmm. Anders niet. Ja, maar leuk vinden. Dus dat is wel. Hoe ben jij zo zeker van je zaak? Ik weet wat krachten zijn. En de manier hoe Glenn zich heeft laten zien vandaag. Vind je de manier waarop je praat interessant? Zie je jezelf echt op een date hierna? Echt gewoon een oprechte date? Nee, ja hoor. Ja? Is dat duidelijk, man? Het is zeer duidelijk. Ja. Weet je, ik wil er zelf naar daar leven. Oké. Okay. Snap je dat? Heel romantisch. Dankjewel. Maar even draaien. Zo, ik ben ook langer dan dat is ook perfect. Yes! Oh, ja. Okay. Hey, Annemiek. Annemiek. Oh nee, wat is je naam weer? Iris Queen. Iris Queen? Ja. Can I be your king? Iris Queen. Can I be your king? Oké. Okay. Je houdt van paars, is het roze paars? Ik hou van roze. Mm-hmm. Oké, okay. Iris Queen. Jij ook toch? Ja, zeker. Een beetje. Wel niet zoveel als zo, maar een beetje. Mm-hmm. Oké, okay, Iris Queen. Hoeveel kinderen wil je later? Later? Of wil je het nu? Nou, wel met een jaartje of zo. Met een jaartje? Ja. Maar gewoon, hoeveel wil je in totaal? Minimaal? 2. Minimaal 2. Waarom 2? Ik wil er 5. Hoe gaan we doen? Omdat, ik zie van mijn zus al dat 2 meer dan genoeg is. Die van je zus, maar die zijn toch niet van jou? Nee, klopt. Oké, en ik wil er 5. Dus hoe 5? 5 wil ik er. Hoe gaan we dat plannen? Best snel, hè? Elk jaar. Nou, als ik gewoon zeker weet dat je ook echt... Waarom wil je er 5? Waarom ik er 5 wil? Omdat ik er 5 wil. Ik wil 2 meisjes, 2 jongens en dan kijken wat het nakomertje is. Ja, is leuk, toch? Maar blijf je dan ook voor ze zorgen? Blijf je dan hun hele leven voor hun betalen? Hey Queen, je praat met Glenn, hè? Ja? Ja, ik ga niet zomaar wat voorstellen dat ik niet kan leveren. Ben je een king of... Wat zeg je? Ben je een king? Ik ben een geboren king, zeer zeker. Oké. Okay. Is het ook zo? Ja. Dus je zal echt de verantwoordelijkheid voor ze nemen dan? Moet een man altijd doen, toch of niet? Ja? En daarmee ga jij moeten onder... Onder? Steunen! Ja toch? We gaan de zinnen wel kunnen afmaken, hè? We moeten op één lijn zijn. Dat is gewoon een Dora episode. Ja, ik heb een vraag, want jullie zijn wel heel verschillend van elkaar. Ja, het is een big difference. Ja? Mm-hmm. Maar kijk. Nee, ik kijk gewoon even naar die outfit, hoe je jezelf match. Ja, maar ik heb gehoord dat je best wel... Hoe heet dat? Artistiek. Nee. Wat? Yo, ik ben artistiek, hallo. Kijk hoe je draagt. Kritiek kan geven. Je bent best aardig. Yeah, ik kan wel wat hebben. Oh, je kan wel wat hebben? Ja. Zeker? Ik wel, ja. Okay. Ik heb mijn heel internet die vuurt op mij. Nee, ja, maar ja, moet ik je vuren? Weet je dat ik je moet vuren? Ja. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik weet niet hoe lang je deze schoen al hebt. Maar het leek alsof jouw ouders het al hebben gegeven vanaf de basisschool en dan draag je dat ding nog steeds. Dat is niet hoe we het gaan doen. Die roze sokken. Roos, dit of, is wit. Oh nee, ze dame, wit. Dit is geen wit. Nee, en het is ook niet van kleur. Nee, deze is een roze. Juist. Ja. Zie je, dat is een beetje gelijk met je huiskleur, want je wordt ook rood. Wil je in plaats van roze wit aandoen of bij vergissing? Klopt, het was roze. Mm-hmm. Maar je dacht wit. Ik dacht nog thuis te komen na vanmorgen weg te gaan. Dus ik dacht me nog om te kleden, maar oké. Okay. Dus je bent niet... on me. Je bent niet omgekleed? Nee. Ben je wel gedoucht? Vanmorgen. Oké. Okay. Denk ik. Ja, ja, ja. Duidelijk. Kijk. Wacht even hoor, even denken. Denk goed door!
Ja, ik stond vanmorgen onder de douche. Maar ik dacht... Nee. Je zegt, sta je onder de douche of stond je? Want je kan ook die douche hebben aangemaakt en dan sta je maar daar. Nee, ik zat. Oh, je zat? Ja. In de douche? Ja, zo. Zo zat je in die douche. Oké. Okay. En dan was het zo gericht. Ja. Maar dat ben je niet gebaat. Want je zat maar daar. Dus toen je genoeg van ben je opgestaan, heb je jezelf afgedroogd. Of... Ja. Je bent niet gaan scrubben. Zeep pakken en ook zo. Even. Maak je lawaai als je poets? Nee. Ik hoop gewoon dat die lawaai maken als je poets. Weet je waarom? Ik heb ook wel eens gehoord van een, mm-hmm. van een ex of zo. Weer een ex? Mm-hmm. Nee. Ja, die is een lange ex. Hoeveel ex heb je? Maar die zei, ja, je moet je hele benen scrubben. Ja. En zo helemaal dit en dit. En je moet scrubben? Ik denk, ik doe alleen altijd mijn oksels. Oh. Oké. Okay. Dat is ook een manier van scrubben. Is niet hoe ik het doe. Ik doe ze in 5 minuten, denk ik. 5 minuten? Wij mochten niet langer douchen hoor, vroeger. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, dan ging de kraanbaan beneden aan en maar... dan... Maar dat was vroeger en nu zijn we in de tegenwoordige tijd. Ja, nu heb ik mijn eigen huis. Dus dan doe je 2,5 minuten. Ja. Oh. Duidelijk. Maar goed, ik dacht nog thuis te komen, maar dat heb ik niet allemaal kunnen... Maar af en Annemiek of Queen? Iris Queen. Oké, okay, Iris Queen. Ja. Hoe ik zo naar je kijk. Toch? Ching. Oh, ik sta daar. Oké, bam. Wat zou jij nog heel graag willen doen in het leven? Als ik bijvoorbeeld dood zou gaan. Nee, wat zou jij nog willen vervullen? Stel je voor je gaat weg. Wat zou je nog willen doen in het leven? Wat zou je nog willen bereiken? Heb je doelen voor jezelf? Ik wil gewoon heel beroemd worden. Ja? Waarom? Maar dan moet je niet doodgaan. Ja toch? Nee. Dat kan je niet voorover hebben. Ik wil dood. Nee, ik wil nog niet doodgaan. Je moet zeggen, ik wil dat zo lang mogelijk blijven leven. Ja, zo lang mogelijk. Ik denk wel dat de kijkers je leuk gaan vinden. Ja, zeker. Iris Queen. Ja, het is belangrijk voor Glenn dat het... je moet wel weten hoe je jezelf onderhoudt. Ja. Snapt u? U bent een mooie vrouw. U bent zichzelf, snapt u? Maar voor Glenn, niets naar jou toe. Weet je wat we een dagje kunnen doen? Ik zal het wel regelen. Ik maak een afspraak bij de brandweer. De brandweer? Ja, luister heel goed. Ik maak een afspraak bij de brandweer. Ik koop een fonteintje, waar het water blijft stromen. We zitten op een bankje, we worden kletsnat en dan stellen we elkaar alle vragen. Wat vind je dat? Gaan we lekker schrobben, alles goed. Jij en ik op die bank alleen. Dat is jouw moment. En dat doe ik speciaal voor jou. Dat alles schoon is. Nee, het gaat niet om schoon. We gaan gewoon elkaar lekker schrubben. Gewoon. Elkaar. Mekaar of ik mezelf of jij jezelf. Gewoon lekker bij de brandweer. Ik kan het regelen. Maak je daarmee niet druk. Maar ik vind dat gewoon mooi. Het water stroomt zo. Lekker op de bank. En wij praten van alles. We gaan dat doen. Je hoeft niet na te denken. We gaan dat doen. Ja? Ja. Box. Yes. Oké, okay, Queen, dan wil ik je bedanken. Jij zou me nog optillen. Ik moet je optillen? Ja. Laten we het doen. Goeie. Moet ik echt optillen? Hey. Wat gebeurt er hier? Oké. Kom eens, ren eens. Wat, je wil me vangen? Ja. Oké. Sta daar. Als Dirty Dancing. Juist. Maar je moet me echt vangen, hè? Ja. Je moet me echt vangen. Oké, okay, moet ik een liedje zingen nog? Tralala, ik kom eraan. Nee, wat? Hoe gaat het nou? Jongens? Nee, doe. Nee, gewoon doen. Of my life. Ja, ik ga het zingen. Nee, hoe gaat ie? Het gaat goed, kom. Zet je armen eruit. Time als je, of my life. Als je me laat vallen. Zet je armen. Niet op. Hoeft niet. Zet je armen, ga je me vangen of niet? Time of my life. Ja, it's the time, ja. Ga je me vangen of niet? Ja? 2-1, go. Ja. Ja.
Oké. Is duidelijk? Ja, kom, we gaan afvast. Zeker, het is heel mooi. Dank je wel. Zo. Time of my life. Time of my life, man. Dit is dat. Time of my life. Kom nou, maar kom. Hey, schat. Is het de ek of ben je echt zo? Ik ben echt zo. Je bent echt zo? Mm-hmm. All the time? Altijd. Dus als ik op straat zou zien, zou ik zo naar me toe lopen? Mm-hmm. Zou jij naar me toe komen? Op straat niet. Nee? Nee, niet zo. Oké. Okay. Dan vind ik het een maar beetje... Wel normale kleren? Nee, je hebt normaal aan, maar het gaat om de intentie die je me geeft op straat, snap je me? Uh-huh. Ik weet niet wat je in gaat doen. Je ik kan me gewoon vermoorden. Maar normaal toch? Ja. Zo, maar op straat, je kan me gewoon verleiden. Misschien, en dan... misschien ben ik verlegen op straat, hè? Het zou best kunnen. Ja. Oké. Okay. Maar je bent ook altijd zo sensueel. Mm-hmm. Zit het in je? Dus je kan er niet zonder? Nee. Dus jij bent iemand die eenmaal 24 uur doorgaat? Ik hou daarvan. Zo. Ja. Is dat te veel voor je? Ik zou niet zeggen dat het te veel is, maar... Je moet weten wat je aan kan en wat gezond is, hè? Mm-hmm. Begrijp je me? Eenmaal 24 uur is niet gezond. Nee. Want dan weet ik niet hoe ik de rest van de week... Snap je me? Misschien kan je mij gewoon niet handelen. Hallo. Ja. Handelen. Handelen in welke zin? Niet omdat iemand eenmaal 24 uur niet kan, wil zeggen dat ik je niet kan handelen. Het gaat om gezond zijn. Niemand kan eenmaal 24 uur. Misschien is dit voor mij gezond. Voor jou het gezond? Ja, dus in mijn perspectief is dit gezond. Oké. Okay. Ja. Nou, daar ben ik misschien ongezond hoor. Ja. Nee, dat is duidelijk. Maar als je echt nog de vraag waar hebt, mag je ze stellen. Oké. Okay. Maar jij bent Irakees? Ja, ik zie het gezicht een beetje. Oké. Okay. De vorm. Val je daarop? Er zijn mooie vrouwen daar. Zeker. Dank je wel. Er zijn zeker mooie vrouwen daar. Dank je wel. Ja. Jij bent ook mooi. Dank je wel. Ik zou ook op jou vallen. Ja? Ja, laat me zien hoe je voor me zou vallen. Hoe ik zou voor je ja, vallen? Ja, hoe je voor mij zou vallen. Maar ik bedoel vallen. Hoe val je voor me? Oh, rustig. Oké, je mag weer zitten. Ik bedoelde echt vallen. Vallen. Ja, dus gewoon vallen. Ja? Ja, gewoon, je moet gewoon vallen op de grond. Oké. Okay. Ja. Zo. Hey, je bent wel echt voor me gevallen. Je mag zitten. Je hebt geen pijn, toch? Nee. Oké, dat is belangrijk. Ik heb daar een vraag. Als jij jezelf zou beschrijven, doe je het liever in woorden of zou je het laten zien? In acties. Laat jezelf zien. Hoe bedoel je? Wat moet ik laten zien dan? Nu is dan de vraag, natuurlijk. Hoe zou je jezelf het best beschrijven aan Glenn? Ja, maar jij hebt me al beschreven dat ik heel sensueel kan zijn, toch? Ja. Uh-huh. Mm-hmm. Ja. Maar, ja, ik kan meer van lapdance en jou heel erg goed verleiden. Oké, kijk. Dat lapdance gebeuren, toch? De standaard is heel hoog gelegd en ik ben al weg van die dame. Dus kan je iets anders? Iets anders. Wat kan je? Kan je lapdansen voor die Abby Bezem? Ik zou niet weten. Nee, denk ik nee? Niet. Nee? Ik kan wel iets anders laten zien. Wat dan? Slee, natuurlijk. Wat is het daarvoor? Huh? Alleen maar geile dingen, man. Vrijwillig. Klopt, het is zeker vrijwillig. Zeker. Ja. Oké. Okay. Weet je genoeg? Ik weet genoeg. Ja? Ja, ik weet echt genoeg. Meer? Nou, echt niet. Ja? Ja. Oké, gaat ze dan door? Nou, laat maar kijken. Zo. Ze gaat door. I love you. Oké. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Op zijn voorhoofd. Lastig. Nee, oké, is goed. Nou, mensen, we gaan nu naar de derde ronde. Laten we zien wie ik ben. Maar kiezen. Ik heb een mensen hebben zoeken. Ja. Huh? Oké, okay, let's go. Je hebt twee sterke rondes gehad. Mm-hmm. We zijn nu bij de laatste ronde. De dames komen daar hier staan. Oké. Okay. Vertel, wat, hoe vind je het tot nu toe gaan? Eerlijk, ik had het niet verwacht. Nee? Zo, op deze manier. En dan ook gewoon, merendeels is ook gewoon op dat niveau. Ja. Je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Ik had het niet verwacht.
Maar eerlijk, ben je bang? Kan je, eerlijk, zeg me, kan het alweer fluisteren? Kan je sowieso wel aankunnen? Dat niveau die is bereikt vandaag? Ja. Is niet kijk, sommige dingen zijn te veel. Daar hou ik niet van. Maar voor de dames die zich gewoon hebben aangegeven wat ze kunnen en ook goed dus hebben zich aan hun grenzen hun hebben ze laten ja, zien. Okay. Zou ik wel aankunnen. Is goed. Waarom niet? Oké. Okay. Nee, de dames gaan in de rij van je staan. Mm-hmm. De dames mogen hier komen staan. Komen jullie staan, dames? Kom maar hier staan. Sta maar. Sluitje aan. Okay, alleen maar flashbacks. Oké, luister. Jij hebt nu de dames hier staan. Blauw is mijn favoriete kleur. Oké, gelukkig. Je mag poppen. Uh-huh. En me de reden geven waarom. Oké, waarom? Okay. Ga je gang. Als je nog vragen hebt, mag je ze ook stellen. Ja, oké, voordat ik pop, ik heb gewoon een algemene vraag voor jullie allemaal. Wat is de reden dat Glenn voor jou zou moeten kiezen? Ga één voor die dames. Goeie vraag. Misschien omdat je wat anders wil proberen in het leven. Open relaties. Ja, echt lastige vraag. Je moet het ook aankunnen wat mijn levensstijl is. Mm-hmm. Ik geef geen antwoord. Het is niet goed of fout. Volgende, jij? Luister gewoon af. Ik heb het al een beetje gezegd eigenlijk. Dat ik wel in jou zie, zeg maar, ja, mannelijkheid wat ik eigenlijk zoek. En ja, dat zie ik gewoon echt in jou. En misschien te vroeg om te zeggen, maar ik zie ook wel een beetje toekomst. Oké, zo spannend. Ja, moeilijke vraag. Gewoon, ik ben heel lief, zorgzaam. Mm-hmm. Dus ja, dat. Oké. Je krijgt bij mij wat je bij geen andere vrouw kan krijgen. Ik ben heel spannend. Mm-hmm. Ik ben heel spicy. En mm-hmm. Ik kan je heel erg tevreden houden. Oké, jij geeft zich een beetje Eva-gevoel. Je weet toch, Eva van de Bijbel. En het ging al mis bij die appel. Dus weet je, we gaan hier alvast beginnen. Ik wil geen appels meer in het leven. En dan begrijp je me. Niets naar jou toe, maar geen jammer, flashbacks hoor. Van Eva. You lose. I always win. Oké. Ik ga niet te veel zeggen. Mm-hmm. Ik denk sowieso, als je naar me kijkt, dat je wel genoeg weet. Dat is het. Oké, je mag zelf wachten. Oké. Dit wordt heel spannend, dit wordt heel moeilijk. Dan tadada. Want eentje heeft al geen Babylon. Dus die mag eigenlijk alvast uit. Oké, kan je? Ja. Natuurlijk. Yes, bedankt. Dankjewel. Ik ga een keuze moeten maken. Maar als je nog een vraag hebt, mag je ze ook stellen hoor. Nou, het is duidelijk voor mij. Maar die keuze van mij is gebaseerd op de manier hoe jullie deze vraag, hoe zal ik het zeggen, uitvoeren. Oké. Schat iets waardevols nu in je mind op. Iets waardevols. Want ik heb buiten, nou niet buiten, ik heb het hier ergens verstopt. Dat is zeker zo, al vanaf de shoot. En er zit iets erin. Iets waardevols. Dat heel veel voor mij betekent. Er zijn 4 kandidaten hier. En jullie hebben allemaal jullie best gedaan, jullie hebben allemaal aangegeven hoe jullie zijn okay. En waarom ik voor jullie zou moeten kiezen. Maar dat ene ding dat heel persoonlijk en speciaal is voor mij, dat heb ik nodig. Dus van jullie 4, ik ga jullie wel zeggen waar het is. Het is een baby vending machine daar. Van jullie 4 wil ik dat jullie het allemaal gaan pakken voor me. Ik weet niet, luister goed, ik weet niet hoe jullie met elkaar overeen gaan komen dat 1 van jullie het voor mij brengt. Maar ik wil zien, ook al is het 10 uur, ik kan jullie alle 4 nemen, of je snapt me. Maar ik wil jullie 4 dat jullie het voor me gaan pakken. Maar bij de vending machine. Ze moeten het gaan zoeken, is het een zoektocht voor ze? Nee, ik heb het daar gezien, je gaat het gelijk zien. Oké, wie gaat eerst? Hoe ga je het bespreken? Ze moeten alle 4 gaan. Ja. Wat zeg je? Ze vragen wat het is. Dat is wat, als je daar bent, dat zal je het zien. Maar de vraag is dan, als ze het hebben gevonden, moeten ze het weer naar hier brengen? Zeker. Ze mogen het nog niet open doen? Nee, of wat? Ze moeten het brengen. Oké. Zeker. Dus jullie mogen alle 4 gaan. Maar oké, ga maar, dames. Ga maar. Ik weet niet wat... Dit wordt echt spannend. Ik zeg je, dit wordt zo spannend. Ik weet niet wat je hebt klaar. Dit wordt spannend. We gaan ze volgen. Yes. Ai, luister. Colt, mag ik jouw camera? Yes. Dit was de pop de balloon van Glenn. Ze weten niet dat ze daar gaan blijven, maar jullie moeten daar blijven. Waarom?
Ik word gekozen, ik kies niet. Snap je me? Dit was de aflevering van Glenn. Deb, jij gaat het niet afsluiten. Ik ga het afsluiten. Het was een waar genoegen bij deze aflevering van Glenn. Hoe doe je het? What's Gucci? Ik kan het niet. Maar dit was de pop de balloon van Glenn. En jullie weten het. Check het. Hé, hey, zeg je ding, zeg je ding. Want ik weet niet wat je allemaal zegt. De links hieronder, boven. Wat nog meer? Pap, pap. Pap, pap, pap. Ja. Je weet het. When you are getting with Glenn, you're always getting... Ik weet het niet. Glenn. Dat was het, mensen. Mensen, jullie hebben het gehoord. Vergeet hem niet te volgen, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie voor de volgende video. Let's go.